Nou, hoe voelt hij nu? Hij is wel iets sterk. Ja. Maar hij voelt wel... Rustig, hè? Ja. Ja, ik zie het. Blijf heel even op de volte. Gaan we hier gewoon al eventjes wat gymnastieken? Ja. Als je nu zo je stap beoordeelt, wat zou je dan anders willen? Ja, actiever met achterbeen. Ja. Wat is daarvoor nodig? Dat hij recht blijft in zijn lichaam en dat ik meer kuit geef. Ja, en wat doe je dan met je kuit? Wat wil je met je kuit bereiken? Hem aanleggen. Dat... Wat is dan je doel van je kuitwerking? Nou, eigenlijk dat van kaak tot achterbeen een soort rechte, ontspannen lijn is. Dat hij zijn achterbeen er beter onder kan zetten. Ja, hè? Je legt je kuit aan op de singel. Ja. Je drukt je kuit in, zodat hij aan de binnenkant hol wordt. Ja. En dan creëer je buiging. Daardoor kan het binnenachterbeen beter ondertreden. En wat ook heel belangrijk is, is als jij je binnenkuit naar je buitenhand drukt, dan kan hij loslaten in het gebied tussen halswervelkolom en borstwervelkolom, wat we het CTO-gebied noemen, weet je wel? Ja. Want wat je ziet bij Cerrito is dat hij die onderhals er erg op zet, hè? Ja. En als hij zich dan sterk maakt, dan wint hij altijd. Ja. Dat is heel vervelend voor jou als ruiter. Ja, dus dat zou mijn belangrijkste aandachtspunt zijn voor vandaag. Dat we daar weer wat meer lengte in gaan krijgen. En als je die voorwaarden gecreëerd hebt, dan komt dat achterbeen vanzelf mee. Of je activeert het achterbeen een beetje, maar dan kan het achterbeen tenminste ergens heen. Yeah. Maar zolang als hij die onderhals er wat uitdrukt, heeft het helemaal geen zin om hem te activeren. Want je creëert alleen maar meer spanning in het lichaam. Waardoor hij dan misschien wel heftig gaat reageren. Dus dat hij nu een beetje traag loopt, prima, nemen we even voor lief. Je mag van mij je onderbeen wat meer naar voren aanleggen, daar ja. En dan druk je de schacht van je laars in de romp. Juist hem, kijk, dit bedoel ik al. Dit is goed, binnenhand toestaan. Hè, kijk eens naar mij. Als je een beetje binnenhand ben je echt mee naar voren. Zo ja, niet terugwerken, daar werk je terug. Gewoon lekker naar voren houden. En druk hem met je kuit. Want hij hoeft niet rond, sterker nog, hij mag niet eens rond worden op je hand. Hij moet rond worden op je kuit. Hij moet loslaten in het CTO-gebied. En als hij daar loslaat, zorgt de zwaartekracht er wel voor dat hij voorwaarts-neerwaarts komt. Yeah. Dus je binnenhand is al voorgesorteerd op die neiging. Dat is heel goed. En je buitenkant, die begrenst de richting. Ja, en je tempo, maar dat is nou niet aan de orde. Dus je buitenteugel die zorgt er nu alleen maar voor dat jouw richting klopt. Je bent op de volte, die bepaalt de grootte van de volte. De mate waarin jij toestaat op je buitenteugel bepaalt hoe klein of hoe groot jouw volte wordt. En jouw binnenhand die is luchtig en los. Want wat je wel wil, is op het moment dat hij nageeft in het CTO-gebied, dan zal hij waarschijnlijk spontaan het achterbeen wat meer naar voren leggen, brengen. En dan wil je niet dat er druk op je binnenteugel staat, want dan schrikt hij van zijn eigen lijf, omdat hij dan tegen zijn mond aanloopt. Ja. Zo ja, druk je binnenkuit weer aan. Iedere pas opnieuw waarnemen. Is die nog voor mijn binnenbeen? Of niet? Juist hem. En dit kun je zo ver uitwerken totdat hij helemaal met zijn neus op voorkniehoogte is. Nou, dat duurt nog even. Dus elke pas ben jij bezig aandrukken met je binnenbeen, nalaten geven op je kuit, toestaan. Zorgen dat hij meer lengte krijgt in die hals. Ontspan je een momentje en je stelt weer dezelfde vraag. Super. Sta je hand maar toe. Laat je hand maar vallen. Ja. Zo ja. En jouw hand volgt gewoon zijn bewegingen. Hou je hand maar dichter bij de hals. Breng je teugel meer naar voren. Lager je hand. Laat maar vallen. Laat maar gewoon vallen je armen. Zo, super. Aandrukken met je kuit weer. Dan zou ik hem niet te veel activeren. Ja, activeren vind ik op zich, als hij er reëel op reageert, prima. Maar vergeet niet dat je eerst je voorwaarden creëert voordat je hem activeert. Dus druk maar weer in. Binnenhand naar voren. Laat je handen vallen. Armen laten vallen. Zo, ja. Hand naar voren, binnenhand. En aandrukken weer. Jezus. Goed. Juist hem naar voren je hand. Geven. Geven. Dit is goed wat hij doet. Het is goed wat hij wil ook. Ja. Juist hem. Nou kan je hem een klein beetje activeren. Zeg je juist hem. En nou weer je kuit indrukken. En je hebt te veel spanning op je binnenteugel. Hou je hand bij de hals. En breng je hand in de lijn. Naar voren toe. En die lijn die is van jouw elleboog tot de bidring. Dat is één rechte lijn. En jouw hand mag op die lijn meer naar voren toe. Dus duw hem naar voren je hand. Daar. Dat ja. En nou indrukken met je kuit. Dit is goed. Dit is goed. Kijk, hier gaat hij reëel nageven in dat CTO-gebied. Druk door met je kuit. Geen spoor, geen activerende hulp. Indrukken. Buiging. Juist hem. En toestaan binnenhand. Toestaan. Dat ja. Indrukken met je kuit.
Zo, ja. Toestaan en indrukken. Druk in, maar je binnenbeen verder naar voren. Hij moet op de singel. Zo, ja. Want daar heb je effect op de spiergroepen die het moeten gaan uitvoeren. Wat we willen. Daar, ja. Namelijk dat die flexie houdt in het CTO-gebied. Binnenhand naar voren. Indrukken met je binnenbeen. Aan je juiste. En dat is echt de schacht van je laars in de romp duwen als het ware. En daar hou je hem ook. En dan voel je wel dat hij daarop nageeft. Dan haal je heel even de druk van je eigen kuit af. En dan ontspan je even je kuit. Maar daarna druk je hem weer door. Goed zo, druk maar in. Druk maar in. Hand naar voren. Hand laten vallen. Zo, ja. En naar voren. Richting de bitring. Indrukken weer. Naar voren, Jans. Richting de bitring denken. Zo, ja. En nou weer indrukken. Heel goed. Juist hem. Juist hem. Hand naar voren. Hij naar voren houdt. Dit is super wat hij doet. Iets met je buitenhand ook mee zijn, want hij wil verder zakken. Zonder dat je het contact losgooit. Dit is goed. En indrukken weer. Indrukken. Met je kuit. Daar. Kijk eens even. Dat moet je hebben. Voel je? En dat kun je iedere pas opnieuw vragen. Iedere pas opnieuw uitnodigen. Net zolang totdat hij echt in een reële voorwaarts-neerwaarts tendens met zijn neus op voorkniehoogte gaat. Exact dat. Super. Kijk eens even. Dan gaat hij al wat meer uit je schouders zelf, stappen zelfs. Hè? Dus dat heb je al bereikt. Hè? Terwijl we nog niet eens bij het einddoel zijn. Maar het proces is al goed. Zo, ja, weer toestaan. En weer indrukken met je kuit. Daar en weer toestaan. Toestaan, dat ja. Ja. Durf die hals maar uit te leggen. Hoe langer hij die hals maakt, hoe zwaarder de arbeid voor hem wordt. Dus hoe minder kans je hebt dat hij gek gaat doen. Zo, ja. Ook je buitenteugen wat losser durven laten. Hè? Wel contact houden, maar niet vasthouden. Zo, ja. Indrukken, indrukken. Elk paard kan aandraven, dat kennen ze in de wei ook. Maar we willen dat hij vanuit het achterbeen vertrekt. Yeah. Hè, in de dressuur, in het rijden sowieso. Dus de voorwaarden aan de voorkant moeten kloppen, wil hij vanuit achter. Hè, dus hij moet volledig losgelaten zijn in nek en kaak. Hij moet mooi nagevelijk zijn in dat CTO-gebied. Hè, dus zorg ervoor op het moment dat jij wegdraaft, dat je hem goed aan je binnenbeen hebt. Dat je echt voelt van, hey, ik heb contact tussen mijn eigen binnenbeen en mijn eigen buitenhand. Toevallig zit er een paard tussen. Hè, en dat hij helemaal losgelaten is op die binnenteugel. En dan kan je vanuit je zit en eventueel je spoortje zeggen, draaf maar aan. Hè, en dan moet hij vanuit het binnenachterbeen vertrekken. Zo ja, dat. Druk maar door. Juist hem. En toestaan in je binnen. Mee zijn. Juist hem. Niet bang zijn dat hij uit de houding komt. Hè. Op het moment dat jouw tempo en jouw activiteit met elkaar in overeenstemming zijn, zal die de overtollige bewegingsenergie omzetten in aanleuning. Dus dat betekent dat je hem altijd ietsjes actiever moet laten stappen dan dat het tempo eigenlijk vraagt. Maar dat je niet met je hand een houding gaat afdwingen. Want dat moet je kuit doen, snap je? Ja. Hij moet op je kuit moet hij nageven dat je met je hand het proces begeleidt. Tuurlijk. Blijft hij heel erg tegen je hand in nek en kaak. Kun je best een keer even met dat lospeuteren. Maar niet daarna gewoon lekker los durven laten. En hem het voordeel van de twijfel geven dat hij in die houding lopen blijft. Doet hij dat niet, kun je altijd op tijd die vraag stellen. Zo ja. Druk maar door met je binnenkuit. Druk maar door. Druk maar door. Druk maar door. Dit is goed. Exact. En toestaan. Mooi weer. Iets indrukken weer. Heel goed. Ja, ja. Dan gaat hij steeds meer lengte pakken. Voel je? Ja. En dat is zo belangrijk dat ze dat kunnen. En als je hem dan in de proef wat ronder instelt, kan mij niet schelen. Maar dat duurt maar een paar minuten. Maar in je training altijd streven naar die halslengte. Die nagevelijkheid in dat CTO-gebied. Want daar worden ze sterk van. En dat is waarvoor we trainen. Zo, ja, weer indrukken met je kuit. En los. En indrukken weer. Ja, heel goed. Ja. En weer indrukken. En weer niet vasthouden let op je binnenteugel, op mij. Begeleiden. Let op mij. Exact. Hallo. Juist hem. En als je stelling vraagt, wat je doet op je teugel, geef je een parade. Dus dat is een kneepje, een sweepertje, hoe je het noemen wil. Op je teugel, die komt tussen achterhoofd en atlas. He, dus wat we ook wel zeggen, tussen nek en kaak. Maar hij moet loslaten. Je kunt dat niet afdwingen. Als je daar druk op zet, zal een paard altijd meer druk gaan zetten tussen nek en kaak. Dus met andere woorden, die kaakspieren aanspannen. Je kan hem alleen laten voelen dat er spanning zit. En dan denkt dat paard zelf wel, oh verrek, dat wil ik niet. Want dat willen paarden namelijk niet. Ja, dus gewoon rustig wachten totdat hij nageeft. Daar, wachten. Wachten, indrukken met je kuit. Indrukken met je kuit. Je bent er te weinig aan met je kuit, want hij reageert nu niet op je kuit, terwijl hij dat wel kan. Dus druk hem, druk de schacht van je laars op je singel. Begeleid met je hand dat koppie naar rechts. Voel dat je precies daar, niet meer. Nou, kuit indrukken. Toestaan.
En daar is. Dat is het proces. Weer een keertje zo doen. Stelling vragen, zacht zijn, wachten, kuit indrukken en los. Weer zo doen. Stelling dat, ja. Kijk los. Voel je? Dan geeft hij gelijk na. Nou kent hij de weg. Maar als je te veel doet met je hand, wordt het paard zenuwachtig, gaat hij lopen zoeken in de verkeerde richting. Druk in met je kuit weer. Zo. Stelling vragen. En ja, toestaan. Mooi. Indrukken weer. Exact, los. Indrukken weer. En echt mijn kuit aan het afknellen, zo hard ben ik. Kijk, de kunst is ook dat je met je kuit heel... Wat doet mijn paard ermee? Kijk, op het moment dat hij nageeft op jouw kuit, dan weet je dat hij dus gehoor heeft gegeven aan jouw hulp. Ja. Op dat moment ontspan je zelf ook even je kuit, hè? Ja. En daarna ga je weer door. Dus aanleggen en los. En los. Aanleggen en los. Los. Juist hem. Super. En toestaan in je hand weer. Gaan we weer naar die draf toe werken. Daar heb je je voorwaarden. Zo zou je kunnen aandraven. Exact. Los van je binnenteugel. Je hand aandraven, maar daar zit niet zoveel trainingswaarde aan. Dat kunnen ze wel. Zo ja, blijf indrukken. Binnenhand naar voren. Dat ja. Zo ja, hou je hand naar voren. En dan hoef je niet de trossen los te gooien, maar het gevoel in je moet gevend zijn. Dus niet dat je houdt, maar dat je toestaat. Zo ja, dit is goed. En weer even rust. Super. Ik ga het weer zo doen. Net op mij. Hou hem aan je buitenteugel. Je binnenbeen drukt hem naar je buitenteugel toe. Net op mij. Zo ja. Let op mij. Juist. Ja, en dan mag je hem wel ietsjes in stelling houden zo met je hand. Want nu werk je niet terug, maar nu stel je gewoon een vraag. En als hij erop loslaat, dan draaf je aan. Prima. Kijk, hij was niet in het proces van aandraven niet meer nagevelijk, maar keur hem toch goed. Hij was wel rustig en dat is voor vandaag ook even belangrijk. Net op mij. Goed. Toevallig zit er een paard tussen. Dit is goed. Binnenhand weg. Dat, ja. Kijk, nou heb je hem top. En nou is het opletten. Nu is het waarnemen. Heb ik mijn voorwaarden nog? Iedere pas opnieuw. Niet te veel doen met je handen. Je bent met je handen onrustig. Je bent aan het regelen met je handen. Wat ik wil is dat je gaat voelen met je handen. Zodat je alleen maar weet welke vraag moet ik stellen. Nee. Meestal is dat met zit of kuit. Zo ja. Druk in met je laars weer. Naar buiten. Dat ja. Heel goed. En dan ga je de volt een beetje sluiten door je buitenteugel tegen de hals aan te leggen. Je binnenhand blijft gewoon naar voren. Je kuit blijft op de singel. Hier werk je terug op je binnenteugel. Dat ja. Dit is wel goed. Zo ja, iedere pas onder controle houden. Super. Super. Kijk goed waar je heen gaat. Als ze springruiter je parcours in kijken. Zeker als ze wat frisser worden, kan je de neiging krijgen, ik zelf ook hoor, om een beetje in elkaar te duiken en in je paard te gaan zitten. Maar hoe meer jij de ruimte doorkijkt, hoe eerder jouw paard weet wat de bedoeling eigenlijk is. En dat geeft ook weer vertrouwen en rust. Let binnenhand weer toestaan. Niet inhouden op je binnenteugel. Je binnenteugel is nooit om in te houden. Alleen je buitenteugel. De binnenteugel is altijd weg. Want die moet ruimte creëren voor het binnenachterbeen. Voor de gedragenheid. Dit is goed. Toestaan. Weer indrukken met je binnenkuit. Naar je buitenhand. En weer toestaan. Dit is een klasse. Toppie. Toppie. Kijk je volte goed in. Want je hebt hem top lopen. Als je iets verder vooruit kijkt. Steeds een kwart volte vooruit bent. Dan heb je controle over hem. Dan kun je elke pas voelen. Wat heb ik nodig? Goed zo. Kijk eens recht vooruit. Zo ja, kijk je volt is door, kijk eens een kwart volte vooruit. Zo, dit is goed. Binnenhand naar voren, dat ja. Klasse, kijk, klasse. Let op. Binnenhand weer naar voren. Durf dat maar te doen. Hallo. En dan moet je met je buitenteugel een heel klein beetje mee zijn om dat kopje meer naar rechts te kunnen stellen. Dus je duwt met je buitenhand ietsjes naar voren, zonder dat je het contact verliest. Exact. En toestaan bij dan. Toestaan. Druk in met je kuit weer. Nu heb je meer stelling dan buiging. Je wil je buiging. Daar willen we het voor doen. Dit is beter. Handen naar voren. Zo ja, weer indrukken met je kuit. Je kuit verder naar voren leggen. Echt op de singel aan willen drukken. Daar ja. Super. Buitenhand naar voren. Niet. Buitenhand naar voren. Dat hij, ja, daar. Dat hij zijn schouder mee kan nemen. Heel goed. Heel goed. Zo ja, nou zet je hem een keertje voor je binnenbeen opzij. Dat je wijkend de volte opent. Buitenhand toestaan. Let op mij. Druk in. Nou mag je je been wel naar achteren leggen, dat hij een scharende beweging met het achterbeen kan maken. Zo ja, en weer toestaan. Beide handen. Exact, beide handen toestaan. Vooral ook je buitenteugel. Let op. Zo ja, exact. Buitenhand naar voren. Zo. En probeer de rust erin te houden met je zit. Dat ja.
Ja, zo doe jij het met je zit goed. Toppie. Maar niet je buitenhand terug laten werken. Binnenhand ook niet. Weer van je afrijden. Zo, dit is goed. Klas. Durf dat te rijden. Buitenhand weer toestaan. Zo ja, en als die te hard gaat voor je naar je zin. Zwaar zitten. Maar wel je hand loshouden. Goed zo, gaan we weer een keer die volte sluiten. Juist hem. Ja, door het sluiten van de volte krijg je een betere positie van het binnenachterbeen. Krijg je meer gedragenheid. Zonder dat je heel erg technisch hoeft in te werken. En je legt je buitenteugel tegen de hals. Je binnenbeen blijft uiteraard op de singel. Want die blijft voor die buiging zorgen. Dus precies. Durf die buiging maar te rijden. Want nu heb je meer stelling dan buiging. Dus je moet altijd, de stelling en de buiging moeten met elkaar in overeenstemming zijn. Iets meer niet meer binnen vragen, maar iets meer buiten toestaan. En dan je kuit dit. Kuit indrukken. Zo ja. Toestaan binnenhand. Lengte geven. Juist hem. Laat hem maar zwoegen. Hoe minder hij op jouw hand steunt, hoe beter hij gaat werken. Toestaan weer. Dit is weer goed. En nou wijkend naar buiten weer. Daar. Toestaan in Jan. Toestaan. Buitenhand ook. Let op. Buitenhand ook. Zo ja. Juist. Heel goed. En dan doen we hem nog een keertje. Buitenhand toestaan. Zo ja. Super. Goed je kuit indrukken. Niet alleen voor de lengtebuiging. Maar ook vooral voor de nagevelijkheid in het CTO-gebied. Dus je drukt je kuit van de singel naar je buitenhand. Dus dat is schuin door het CTO-gebied heen. Daar ja. En weer toestaan. Juist hem. En als hij te hard gaat voor je zin, denk eraan dat je mooi je bekkenkant tot achter in het zadel blijft zitten. Je controle houdt over de achterbenen. En dan kan je hem aan de voorkant uitleggen. In lengte. Daar. Dat ja. Komt hij beter in balans. Super. Weer indrukken met je kuit. In de kuit aanleggen. Met je hak optrekken, maar je kuit naar je hand brengen. Ja, precies. Daar en los. Heel goed. Ja, want dat gedrag mag beloond worden. Ja, daar maakte hij zoveel lengte vanuit die onderhals. Super. En dat is voor hem ontzettend belangrijk. Ook om vertrouwen te krijgen in zijn lijf. In de functie van zijn lijf. En je ziet hem ook gelijk ontspannen kijken op het moment dat hij die lengte maakt. Daar ja, druk maar in met je kuit. Dus je bent niet klaar op het moment dat hij lengte maakt. Je moet dat blijven onderhouden. Zo ja. Hij wordt een beetje moe. Des te beter. Juist. We van hand veranderen. Kijken hoe hij het op de andere hand doet. Indrukken weer met je kuit. Daar doe jij het goed. Toppie. En weer toestaan. Nou, dan krijg je wel een moeilijk probleem voor elkaar, hè? Dat is toch super? Ja. Gaan we de volte ietsjes kleiner maken. Ongeveer 18 meter. Kijken of we daar dan helemaal de controle hebben. Over die hele volte, zeg maar. Zonder dat hij gek doet. Dus van beide kanten wat meer af. Ja, gewoon wat beide. Dus niet te dicht meer op die rand. Iets een paar meter van de rand, zeg maar. 2 meter of zo. Zo, ja. En druk maar weer in. Dit is klasse wat je... Ja, hey. En weer los. Ja. Kijk, als je snel genoeg bent, kun je ook tussendoor loslaten. Dus vragen los, vragen los, vragen los. Binnenhand iets toestaan. Kijk, want op dit stuk is die wel oké. Dus dan kun je rustig Jan naar voren doen. En, ja, dan zien we ook gelijk geleverd. Weer indrukken met je kuit, want hij zet die onderhals er iets te veel op. En die wil je hol hebben in plaats van bol. En zacht blijven in je binnenhand nu. Toestaan, maar wel je binnenhand opzij. Kuit indrukken, binnenhand opzij. En los. Nou rustig je hand weer opzij van de hals af. Dit is goed. Zo doe jij top. Kan je weer even loslaten en weer even vragen. En weer loslaten. Super. Kijk, nou heb je me aan het stappen. Dit is klasse. En daar weer indrukken. En gaat hij lopen rommelen met zijn hoofd en met zijn nek. Indrukken met je kuit weer. Je kuit precies de andere richting uitduwen. Exact en zo aandraven. Exact dat. Exact, goed. Dit is klasse. Voel je? Ja. Mooi hoor. Zo heb je hem super aan het lopen. Druk maar weer in met je kuit. Exact dat. Super. En goed met je binnenzitbeenknobbel het binnenachterbeen richten. En daarmee bedoel ik, doe maar net alsof zijn achterbeen in jouw binnenzitbeenknobbel zit. En dan geef je daar een richting aan naar voren. Super, dit bedoel ik. Dit is het. Kijk, en dan komt hij er heel even uit. Maar dat vind ik dan niet erg, omdat hij daar vlak voor is die top aan het werk. Hier mag je weer wat toestaan, je hebt buiten teugel. Zo ja, juist hem, indrukken weer met je kuit. Dus die kuiten goed aanhouden. Zo ja, los in je hand. Exact dit. En als hij er nou weer een keer uitkomt, net als daar, is reëel. Want daar heeft hij mooie aanleuning, heeft hij mooie aanspanning. Kost energie, is arbeid. Ja, dan moet hij even met zijn hoofd schudden. Dan denkt, fuck it, dit is zwaar. He, maar dat in een training. En als je op wedstrijd liever niet, maar dan moet je niet te voet, doet hij dat niet meer. Dit is klasse. Ja. Toppie. Ja, toppie. En ik vind het ook niet erg om in een proef een heel klein beetje op de hand te rijden. He, voor de vorm.
Want een proef duurt altijd maar een paar minuten. Dit is goed staan. Heel mooi. Zo heb je hem voor elkaar. Voel je dit? Ja. Nou, neem dit in je op. Dit is klasse. Dit is super. Dit willen we. Dan druk je hem hier weer wat in met je kuit. Want gaandeweg, hier was het top. En dan gaandeweg verlies je het iets, maar dan is het nog steeds goed. En dan zeg ik daar van joh, doe maar weer even kuitdruk. En nou is het eigenlijk de kunst dat je gaat voelen van wat gebeurt er nou eigenlijk in zo'n proces. Tot waar laat ik hem vrij en waar grijp ik weer in, snap je? Super, dit is weer goed. Hier zou ik even mijn kuit indrukken en je hand toestaan. Daar, is het weer goed. Kun je weer even loslaten. Hier weer indrukken en weer los en weer indrukken. En weer los, ja dat. En weer indrukken en weer los, dit is goed. Voel je? Ja. Kijk, en nou ga je zelf ook minder spierkramp in je kuit krijgen. Want als je gaat voelen wanneer jouw timing daar is, dat je dat been moet geven. Hè, dan merk je wel, oké, het is regelmatig, maar het is niet iedere pas. Zo, lekker. Buitenhand iets lucht. Ja, je bent braaf. Juist hem. En dan wordt hij ook rustig, hè? Ja. Laat maar los, daar is hij weer. Daar is hij weer. Dat, ja. En zo naar de stap. Ja, hij wordt stappen, denk je ook. Ja. Weer toestaan, indrukken met je kuit. Ook in die overgang naar de stap, dan wil je juist die lengte houden. Let eens op, joh. Toestaan, toestaan, toestaan. Zo, druk maar door met je kuit naar je buitenhand. En je buitenhand zegt, ho, indrukken. Toestaan binnenhand. Ja, dat bedoel ik dus. Heel goed. Indrukken kuit, naar je buitenhand. Dat, ja, en weer toestaan. Voel je? Ja. Zo, ja. Nee. Goed zo, dit is het. Super. Super gereed, hè?